Wat wij zeggen is, er moet ook meer coherentie komen in de regels. We weten dat buitenactiviteiten minder gevaarlijk zijn. Sport, buiten- of jeugdactiviteiten, dat moeten wij toch aanvaarden. Terrassen, dat is een mogelijkheid voor later, uh, die wij moeten bekijken. Dat mag, een dat sociale bubbel. Dat is, dat is concreet wat u nu zegt. Dus uh, Terrassen voor, voor de horeca, vrijdag? dat mag. Dat okay. mag wat willen we voor vrijdag? Ja. Uh, het reisverbod uh, die... Uh, dat mag niet verder gaan. Vrij verkeer van personen. Uh, de Europese Commissie heeft op onze vingers geklopt. Wij zijn, denk ik, de, het enige land in Europa uh, dat zo'n beperking. Uh, en we zijn ook de enigen die het zo goed doen op dit ogenblik, denk ik. Dus er zijn er uh, vijf landen die op hun vingers getikt zijn. En eigenlijk zijn er vijf landen die het relatief goed doen. Ja, dat maar dat, dat is dat dat Europees... een evenwicht. Ja, maar... Inderdaad. Uh, beperking van fundamentele vrijheden. Inderdaad. En u moet constant een evenwicht vinden tussen gezondheid economie, mentaal welzijn. En ik hoor wat u zegt, en dat is een standpunt van een viroloog of een vaccinoloog. En dat is zeer respectabel. Maar als maar denk politica u, dat zij, denk u er dat ook andere Voor mij aspecten. komt het, ik zie een wetenschapper en ik zie een politica. Heeft u het idee dat zij andere belangen dienen dan, dan jullie? Ja, natuurlijk. En ja? dat is maar logisch. Ik denk en, dat ook. Een, een viroloog die wil nul covid-gevallen. En die heeft gelijk. Dat is respectabel. Dat is zijn invalshoek. En dat is helemaal oké. Okay. En gelukkig, we hebben ze nodig. Maar een politica of een politicus die kijkt ook naar andere aspecten: naar de faillissementen, naar de economie, naar het mentaal welzijn, naar de depressies, naar wat de mensen zeggen. De mensen zeggen dat ze die regel van de bubbel vandaag niet meer respecteren. Dus heeft het nog zin om een regel. Vast te met sancties, hè? met die zeer strenge boetes. Hè? U heeft dat misschien gezien, hè? U kan, het kan tot, tot 4000 euro gaan. Als de mensen dat niet respecteren. We zijn nog steeds in een rechtsstaat. Dus als u regels invoert, moet u ervoor zorgen dat die gerespecteerd zijn. En dat de straf ook proportioneel blijft. En als... zijn, het, zijn het ook niet. Gewoon, mevrouw Bertrand, heel moeilijke tijden voor, voor een liberaal. In die zin, want als ik jullie persbericht lees, he, dan daar staat ook in die liberale filosofie, is de enige politieke filosofie die heeft gewerkt. En inperkingen van die vrijheid kunnen we niet aanvaarden. Ik denk in tegendeel dat het uh, zeer mooie tijden zijn voor liberalen. Want ik hoor veel mensen die nadenken over dat evenwicht tussen beperkingen aan de vrijheden en ook uh, wat is in de rechtsstaat, wat is arbitrair, wat is niet arbitrair. Uh, ik denk dat het een heel mooie tijd is voor die debatten, want u kunt zeer snel, en we zullen het over hebben met meneer, uh, een, een democratie is nooit verworven. Je moet dat nooit vergeten. En als wij zien dat de dingen beslist worden, de beslissingen genomen worden zonder parlementair debat, zonder debat, dan denk ik dat wij nog heel mooie tijden hebben voor de liberalen. En ik zal ervoor vechten in ieder geval dat alle beperkingen van vrijheid, vrijheden proportioneel en strikt noodzakelijk blijven. Want anders zegt u, komt er misschien extremisme van. Is dat wat u zegt? Ik zeg. Ik zie wat er in andere landen gebeurd is en hoe dat de democratie aangevallen wordt overal ter wereld met populisme die aan het stijgen is. Dat zijn zeer gevaarlijke tijden en dat kan heel snel gebeuren, inderdaad. En het gebeurt zonder dat u het ziet komen. Je moet de boeken lezen van uh, The Failure. Uh, of democracies, al die boeken die u zeker heel goed kent, uh, dat gebeurt zonder dat u het ziet komen, omdat men denkt dat het verworven is. Maar als u peilingen doet bij de jongeren, zijn ze minder gehecht aan democratie dan twintig jaar geleden. En ja, dat maakt mij bezorgd, want democratie heeft een waarde een rechtsstaat. Dat heeft een waarde. Ik heb enorm veel respect voor wat u doet, meneer, en voor de virologen en de vaccinologen. Maar ik denk ook dat er andere waarden en andere elementen komen in het debat. En als ik uh, het aantal zelfmoorden zie verdubbelen ja, dat in Brussel... Rusland... Dat, dat is op dit moment nog niet, uh, niet duidelijk. Hè? Daar zijn geen cijfers van. En u weet waarom, meneer Scholz? Dat er geen cijfers zijn. Omdat men daar niet over mag spreken. Men mag daar niet over spreken omdat de verenigingen dat ook vragen. En ik doe wat ik eigenlijk niet mag doen, omdat ik denk dat dat heel belangrijk is: is over zelfmoord spreken. Men mag daar niet over spreken. Waarom? Omdat u anders ideeën geeft aan de mensen. Nee, men mag daar wel over spreken, maar die cijfers die, die zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Maar je moet dan, dan, met, moet, dan met, ik... met de diensten psychiatrie. Ja. Spreken. En uh, er, was, er waren veel artikelen de laatste tijd, ook op de UZ Brussel. Het gaat niet alleen over zelfmoord, het gaat over anorexia bij de jongeren. En die mensen worden niet opgenomen in de ziekenhuizen. Ne? Ik ken gevallen van jonge. jonge uh, dames, jonge vrouwen die 40 kilo nog uh, wegen en die niet worden opgenomen in de ziekenhuizen, omdat er een overbelasting is. Vandaag is er geen overbelasting in intensieve zorgen. Ik zeg niet dat dat niet kan veranderen, we moeten voorzichtig blijven. Maar psychiatrie, en pedopsychiatrie, daar zijn er ellende wachtlijsten. En dat vind ik zeer erg.